goed. Ja, ja. Dat was volgens mij. Het was feest. Leuk om te doen. En ik weet niet of het leuk om te zien was, maar dat horen we zo. Ja, ja. Goed. Er zaten wel meer mannen in de zaal nu dan normaal. Dan normaal, ja. 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 Maar we horen wel een goede verhaal dat mannen het ook leuk vinden. Ja. Mannen houden wel van het taalgebruik. Oh. Een beetje te ja, zen. Dikke vriendinnen. Ja, beste vriendinnen zijn we samen. Ja, Latin dansen met z'n tweeën. Mijn innerlijke godinnen ijsjes eten. Het zijn in het boek. Oh ja. Van het ijsje. Maar we hebben het wel gelezen allemaal. Nou ja, het is, ik ben natuurlijk de afgelopen weken heb ik dat heel veel gedaan. Hè? Want ik ben een alternate in dit verhaal. En dus ik heb eigenlijk 2 dagen echt gerepeteerd. Toen ben ik opgegaan, deze afgelopen donderdag. Dus het was heel spannend. En nu, ja... Het is heel spannend dat, om te kijken of iedereen gewoon zijn energie kan laten stromen zonder te beïnvloed worden door zenuwen en weet ik veel wat. En dat is goed gelukt, gelukkig. Ik vond het spannend, maar ik vond het ook. Ik was zo blij dat als mensen gingen lachen en als er grappen aankwamen en zo. Dus ik ben heel erg opgelucht. Ja, ik had toevallig mijn neef had ik meegenomen en het is toch echt wel een behoorlijke macho man, vind ik zelf. En die lag constant in een deuk. Dus ik dacht, yes, dit is gewoon te gek. En ja, voor vrouwen en mannen, er valt zoveel te herkennen in relaties enzovoort. Zeker als je al een tijdje getrouwd bent enzovoort. Dus het is voor iedereen leuk. Ik heb het boek tot ongeveer de helft gelezen. Toen dacht ik, nou ben ik er wel klaar mee. Want er gebeurde vrij weinig. En dan in één keer, oh, ze werd ontmaagd. En daarna weer een heleboel niks en regeltjes en gedoe. Ik werd er gewoon een beetje moe van. En wat dat betreft is de musical een stuk sneller en opwindender in die zin. Maar toch, alle dingen die te ver gaan, worden eigenlijk in het absurdisme getrokken. Dus...